Hier zien wij een bijzonder tafereel. Een groep mensen staat voor de deur van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Dit is de heiligste kerk van de christelijke traditie. Al 800 jaar lang wordt de deur geopend van de kerk door een moslimfamilie. Deze traditie gaat terug naar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, de khalifa en de leider van de moslims. Toen hij Jeruzalem opende voor de islam, kreeg hij de sleutels van de kerk overhandigd en Umar radiyallahu anhu die overhandigde op zijn beurt de sleutels aan de Nusaybi-familie. En dit is een nakomeling van de Nusaybi-familie die nu de deuren opent voor de christenen om zo de kerk binnen te gaan. Een traditie die al 800 jaar oud is. Een traditie die toont hoe tolerant de islam en de moslims zijn. Want de sleutels van de kerk zijn toevertrouwd aan meneer Nusaybi en de familie, omdat de christenen onderling niet konden bepalen wie het recht had om de deuren van deze kerk te openen. En zodoende openen de moslims al 800 jaar lang de deuren voor de christenen om zo de kerk binnen te gaan. We kunnen dus vaststellen dat de reden dat de moslims de deuren openen van de grafkerk te maken heeft met twee redenen. Reden 1 is dus de verdeeldheid binnen de christelijke traditie. Zo heb je de Armeense kerk, de Grieks-Orthodoxe kerk en de Katholieke kerk. En wanneer een van deze drie dus de sleutels in handen neemt, dan zou dat dus een signaal kunnen afgeven dat een van deze drie tradities de heersende is en dat wil men dus voorkomen. Nummer 2 is de rechtvaardigheid van de moslims. Nou, er wordt heel veel over de islam gezegd, er wordt heel veel over de moslims gesproken, er wordt heel veel geschreven over de islam. En het beeld wat over de islam wordt verspreid is vaak heel erg negatief. Men zegt vaak over de moslims dat ze intolerant zijn, er wordt vaak over de moslims gezegd dat ze slecht zijn tegenover anderen, er wordt vaak over de moslims gezegd dat ze anderen onderdrukken. En noem het allemaal maar op. Dit zijn zaken die we dagelijks horen. Maar de geschiedenis is een bewijs voor de moslims en voor de islam. Ik ben hier namelijk in Al-Quds, Jeruzalem. Jeruzalem is een stad die heilig is voor alle godsdiensten. Voor zowel de moslims als de christenen als voor de joden. En de heilige plekken van alle drie de religies bevinden zich ook in deze stad. En ik bevind mij nu bij de heiligste plek van de christenen. Namelijk hier naast mij de heilige grafkerk van de christenen. Dit is de meest heilige plek van de christenen. En pelgrims uit de hele christelijke wereld, die komen naar deze plek. Kijk om je heen, mensen uit de hele wereld. Nou, jullie hebben gezien mensen uit de hele wereld. Christenen uit Azië, uit Europa, uit Rusland, uit Afrika, noem het maar op. Die komen hier naartoe omdat dit hun heilige plek is. Maar deze plek bestaat al eeuwenlang. Zoals wij weten, de islamitische geschiedenis die gaat ongeveer 1440 jaar terug. En al die tijd is deze heilige plek van de christenen blijven staan in haar originele staat. Sterker nog, de sleutels van deze heilige grafkerk schijnen in handen te zijn van een moslim, omdat de christenen onderling niet konden uitmaken wie recht had op de sleutels en het dagelijks openen en sluiten van de deur van die heilige grafkerk. En daarom, omdat de moslims rechtvaardig waren en zijn, hebben ze gezegd van hier hebben jullie de sleutels en openen jullie voor ons de deur in de avond en in de ochtend. De moslims hebben dus eeuwenlang geregeerd over Jeruzalem en over het heilige land hier. En zij hebben in al die tijd de kerk hier achter mij in respect gelaten en overeind gehouden. Ondanks de grote verschillen die er zijn tussen de moslims en de christenen. Wij geloven als moslims namelijk iets anders dan wat de christenen geloven. Wij geloven in één schepper. Wij geloven dat Allah de enige is zonder deelgenoten. Wij geloven niet dat Allah een zoon heeft. Wij geloven niet dat Allah deelgenoten heeft. Wij hebben dus fundamentele verschillen met de christenen. Maar desondanks, omdat de christenen destijds onder de moslims hebben geleefd, meer dan 1400 jaar lang, hebben zij hier in alle vrijheid en in alle veiligheid kunnen bidden in hun heilige grafkerk. En als we die kant op kijken, dan zien we een moskee. Amper 50 meter van de heilige grafkerk zien wij een enorme minaret, een grote moskee. Dit is namelijk de moskee
van Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. En het verhaal van deze grafkerk en het verhaal van deze moskee is dus terug te leiden naar de tweede khalifa van de moslims, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nou, ik sta nu dus voor de masjid van Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wat dus verbonden is met het verhaal van de grafkerk hiernaast. Laten we naar binnen gaan. Nou, ik sta hier in de binnentuin eigenlijk van de moskee van Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wat is het verhaal? Omar ibn al-Khattab was de khalifa van de moslims. Hij regeerde over de islamitische wereld. Toen de moslims aan de poorten stonden van Masjid van al-Aqsa en al-Quds, de stad Jeruzalem, kreeg hij te horen van de leider hier, of de moslimcommandant eigenlijk, kreeg te horen van de leider: wij zullen deze stad niet zomaar aan iemand overdragen. Deze stad is zo belangrijk, religieus gezien, heeft zoveel waarde, ook voor de andere godsdiensten. Wij willen deze stad overgeven aan de moslims, maar onder één voorwaarde. De leider van de moslims die moet helemaal vanuit El Medina, wat toen de hoofdstad van de moslims was, hier naartoe komen om persoonlijk de overgave van de stad in te nemen en ook de sleutels van de stad te krijgen. Dus Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, die komt hier aan. Op deze plek, we hebben hier de grafkerk aan de andere kant en hier staan we in de moskee. Omar ibn al-Khattab staat hier en loopt met de christelijke leider van Jeruzalem, genaamd Sorfenius. Sorfenius die zegt tegen Omar: op het moment dat de moslims het gebed moeten verrichten, op het moment dat het gebed verricht moet worden, zegt hij tegen de emir al-mu'minin Omar ibn al-Khattab: kom bij ons in de kerk bidden. Ik bied een plek in de kerk aan jou aan waar jij het gebed kan verrichten. En Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, die antwoordt op een manier die aantoont hoe rechtvaardig en tolerant de moslims zijn. Hij zegt namelijk tegen de christelijke leider: nee, ik zal niet bidden in de kerk, in de heilige grafkerk, want ik ben bang dat wanneer ik overleden ben en ik heb gebeden in de kerk, dat de moslims na mij zullen zeggen dat de kerk eigenlijk een moskee moet worden, want Omar heeft hier gebeden. Dus Omar slaat het aanbod af en loopt naar deze plek waar ik eigenlijk nu sta. En hier op deze plek verricht Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, samen met de metgezellen die met hem zijn, verrichten zij het gebed. En op deze plek is dus ook Masjid Omar gebouwd. Een moskee met een hele grote minaret die we daarboven kunnen zien. En als we dan kijken aan de andere kant, dan zien we daar een vlag wapperen. En die vlag, dat is de heilige grafkerk. Dus tussen de moskee van Omar ibn al-Khattab en de heilige grafkerk van de christenen is een hele kleine afstand. En dit is een bewijs voor de islam, voor de tolerantie, rechtvaardigheid van de islam. Wat nog meer, als we hier wat dichterbij komen. Dit hier is het verdrag wat Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu heeft gesloten met de christenen hier in Jeruzalem. Toen de moslims hier de stad overnamen, toen zei Omar ibn al-Khattab tegen de christenen: we gaan een verdrag sluiten wat bindend zal zijn op mij en alle leiders na mij. Nou, het is hier in het Arabisch geschreven. Ik zal kort vertellen wat er in dat verdrag staat. Het begint met Bismillahirrahmanirrahim, in de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. En Omar zegt hier in het verdrag: ik beloof en ik stel vast dat jullie hier veilig zullen leven. Dus hij geeft zijn veiligheid en bescherming aan de mensen van Jeruzalem, de emir al-mu'minin. En hij zegt: ik geef jullie veiligheid en ik geef jullie een manier van leven waarin jullie niet onderdrukt worden. Vervolgens zegt hij: dat geef ik niet alleen aan jullie persoonlijk, ik geef dat ook aan jullie bezittingen. Dus jullie mogen jullie bezittingen houden, wij gaan jullie bezittingen niet afnemen. Jullie kerken zijn veilig, dus ook jullie kerken, jullie plekken van aanbidding, jullie plaatsen van aanbidding, die zijn veilig. Jullie kruizen die jullie aanbidden, die mogen jullie blijven aanbidden. De zieken en de gezonden in de stad, die zullen
vrijgesteld worden van allerlei zaken die de Romeinen voor hun de mensen hadden opgelegd. En Omar ibn al-Khattab die zegt dus tegen hun van, jullie krijgen vrijheid van religie. Hij zegt, jullie kerken zullen niet bewoond worden door de moslims, zullen niet vernietigd worden door de moslims. En het land waar ze op staan, daar mogen ze blijven staan. En jullie bezittingen zullen niet worden afgenomen of zullen niet worden beschadigd. En hij zegt, zolang jullie de belasting betalen, zolang jullie de jizya betalen, zullen jullie deze voorwaarden krijgen en zullen jullie beschermd en veilig leven tussen de moslims, onder de moslims. En hij sluit vervolgens dit hele verdrag. Er staan heel veel plakaten in of heel veel voorwaarden in. En hij sluit het verdrag waarin hij getuigt dat hij dus de emir al-mu'minin is die deze mensen dit zal geven. En hij zegt vervolgens van, ondertekend door Omar ibn al-Khattab en degene die met hem zijn staan hier ook bij. Hier zien we de naam Omar ibn al-Khattab. En we zien daar andere namen zoals Khalid ibn al-Walid die hier ook bij aanwezig was. En andere metgezellen die hierbij aanwezig waren. Muawiyah ibn Abi Sufyan die staat hier ook bij. En dit, beste broeders en zusters, dit verdrag werd bindend op alle leiders die naar Omar ibn al-Khattab kwamen. En dit verdrag wat Omar dus sloot met de Ahlul Kitab, dus met de Joden en de Christenen, dit verdrag zou het model worden in de rest van de geschiedenis op het gebied van de interactie tussen de moslims en de Ahlul Kitab. Wij zien namelijk als we kijken naar de geschiedenis dat de Joden en de Christenen, zolang zij zich hielden aan dit verdrag, dat zij altijd in veiligheid en waardigheid hebben geleefd met de moslims. Wij zien in het islamitische Spanje Al-Andalus dat de moslims bijna 800 jaar lang in vrede en waardigheid hebben geleefd met de christenen en de Joden. Sterker nog, de gouden eeuw van de Joden die vond plaats in Al-Andalus onder het gezag van de moslims. Als we kijken naar het Ottomaanse Rijk, de Ottomanen hebben eeuwenlang geregeerd over Oost-Europa en andere delen van de wereld. En vele christenen die woonden onder de Ottomanen en de Ottomanen regeerden over hun. En wij zien dat die mensen altijd een waardig bestaan hebben gehad, waarin zij in alle vrijheid de religie die zij hadden konden beoefenen, mits zij zich hielden aan het verdrag hier achter mij. Dus de islam, beste broeders en zusters, wordt vaak afgeschilderd als een religie die andere mensen onderdrukt, die andere mensen de rechten ontneemt, die andere mensen dwingt om iets te worden wat ze niet willen worden. Dit is iets wat de geschiedenis niet heeft gekend. De moslims waren namelijk degene die vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel hadden. En de mensen die onder hun leefden, die iets anders geloofden dan hun, die hadden gewoon een waardig bestaan. Zolang zij zich hielden aan het verdrag wat Omar ibn al-Khattab hier sloot, hier in Jeruzalem. En het feit dat deze kerk aan die kant nog steeds overeind staat, het feit dat de mensen hier tot de dag van vandaag nog steeds hun manier van aanbidding kunnen doen, het feit dat de islamitische wereld gevuld is met eeuwenoude kerken, eeuwenoude synagoges, en dat er in een land als Egypte meer dan 10 miljoen christenen wonen, dat er in heel veel islamitische landen nog hele oude christelijke en joodse beschavingen zijn, dit is het bewijs van de tolerantie van de moslims jegens de Ahlul Kitab, mensen die iets anders denken of vinden of geloven dan de moslims. Dus vanuit Jeruzalem een andere blik op hetgeen wat de media zegt over de islam. De islam is de religie van rechtvaardigheid.